Drukke weken voor NEC. Dinsdag alweer een wedstrijd voor de mannen van Rogier Meijer. Vrijdag won NEC uit bij Jong Utrecht met 1-4. Dinsdag wacht in Eindhoven Jong PSV. Lastig voor een trainer die belofte teams, omdat je moeilijk kan inschatten met welk team ze spelen. Ja, klopt. Het is moeilijk voorspelbaar, hè? Welk team ze meebrengen. Ik moet eerlijk zeggen dat we eigenlijk tegen Jong PSV, tegen Jong Ajax hadden gewoon een goed team op de benen, Ajax. Utrecht had zijn eigen jong team. En ja, PSV weet ik niet, dat zullen we morgen zien. Alleen ja, we moeten denk ik meer kijken naar onszelf. Soufiane El Karouani bleek de afgelopen wedstrijden ook belangrijk voor NEC. Hij krijgt dan ook de ruimte op de hele linkerkant en scoort zelfs. Ja, dat is onze speelwijze natuurlijk. Ik en Bart mogen lekker aanvallen en mogen lekker eroverheen. En ik denk dat we dat ook laten zien. Bart prikt volgende, scoort een goal afgelopen wedstrijd. En ik scoor ook een goal en een assist. Dus dan zie je daar allemaal in terug in ons systeem, toch? NEC had in het begin van de competitie moeite om kansen te creëren. En dat lukt nu wel. In 2 wedstrijden weet NEC zelfs 10 keer te scoren. We creëren veel meer kansen en we maken ook meer doelpunten. Dat geeft natuurlijk vertrouwen. Tegelijkertijd zijn er altijd dingen die verbeterd kunnen worden. En dat is net iets lekkerder als je 10 goals gemaakt hebt. Kun je net iets kritischer zijn misschien. Maar dat we vertrouwen hebben, ja. Alleen we moeten wel niet overmoedig zijn. En we moeten zorgen dat we morgen laten zien waar we voor staan. En ja, nogmaals, niet overmoedig zijn. Door de winst van vrijdag staat NEC nu op een 5e plek. Maar volgens Soufiane zegt dat nog niet zoveel. Ja, wij eerste 5. Maar laten we even rustig blijven. We zijn net 7-8 wedstrijden onderweg. En je hebt morgen gewoon weer een pittige wedstrijd op het programma. En wedstrijden winnen, dat is het belangrijkste. En daar zijn we mee bezig als team. En dat. Jong PSV NEC is dinsdagavond weer live te volgen vanaf 6 uur bij RN7.